In de kelders van het oude rooms-katholieke ziekenhuis is een hoge concentratie asbest ontdekt. Het gebouw was ooit het grootste kraakpand van Nederland, maar is nu een woon-werkpand met 250 bewoners. Zij voeren nog steeds zelf het onderhoud uit en tijdens de vierjaarlijkse controle werd het asbest aangetroffen. De deeltjes zitten in verouderd isolatiemateriaal van verwarmingsbuizen. Op het moment dat we het rapport hebben gekregen waarin stond dat die hoge concentraties er waren hebben we direct actie ondernomen door te verbieden de kelder in te gaan en de kelders af te plakken? Daarnaast hebben we de bewoners diezelfde avond nog geïnformeerd door een extra interne krant uit te brengen. Waar ook dit nieuws in staat, de resultaten bekend waren en dat men dus de kelder niet meer in mag. Als je eenmaal weet dat er ergens asbest is en dat er een, 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 een blootstellingsrisico is, dan wil men ook zoveel mogelijk dat blootstellingsrisico vermijden. Waardoor je dus zorgt dat de mensen niet meer ter plaatse komen en dat het ook zo snel mogelijk opgeruimd wordt. In de keldergangen van het oude ziekenhuis woont niemand. Wel zijn er werkruimtes, opslagruimtes en ketelhuizen gevestigd. Vanmiddag heeft een toxicoloog van de GGD geconstateerd dat alle nodige maatregelen getroffen zijn. Ook concludeerde de GGD dat de bewoners van het pand geen direct gevaar lopen. Het voornaamste risico van asbest ligt hem in het dagelijks werken en het dagelijks inademen van hoge concentraties. Daar dus loopt men een groot gezondheidsrisico. En dat is hier voor de bewoners van dit pand is dat niet het geval. Vandaar dat ik inschat dat de, de risico's vrij laag zijn geweest. Er worden morgen aanvullende metingen verricht. Daaruit zal moeten blijken in hoeverre deze hoge concentraties zich ook verspreid hebben. En ook uh, verder een risico vormen. Uh, daarnaast zullen we deze week al beginnen met uh, contacten te leggen met bedrijven om te kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen aanpakken, het probleem kunnen oplossen.